take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. Je bent geboren als man, maar nu ben je vrouw. Niet helemaal waar, inderdaad. Dat is, het ligt ingewikkelder. Kortweg komt erop neer dat mijn lichaam zowel mannelijk als vrouwelijk kenmerk heeft. Dat heet dus hermafroditisme. Dat is dus meestal veroorzaakt door een versmelting van een mannelijk en vrouwelijk embryo tijdens de zwangerschap. Waar er dus tegelijkertijdige ontwikkeling plaatsvindt van zowel mannelijk als vrouwelijke kenmerken, vooral bij de geslachtsorganen. En hoe is het om te ontdekken dat je niet bent zoals iedereen? Ten eerste is het iets wat ik altijd al geweten heb, onbewust. Maar het is wel iets wat heel zwaar is eigenlijk. Omdat je toch overal buiten valt. Je weet, omdat de maatschappij natuurlijk verdeeld is in mannen en vrouwen. En daar pas je dus niet tussen. Daar val je gewoon buiten. En om dan toch een plek voor jezelf te vinden, dat is best wel lastig dan. Want je hebt heel lang door het leven gegaan met een mannennaam. Als man, zeg maar. En een paar jaar geleden heb je pas gekozen van ik ga verder als Maya. Ja, dat klopt. Wat heeft voor jou dan die doorslag gegeven? Ten eerste dat ik erachter kwam dat ik nog nooit echt had gekozen bewust of ik een jongen of een meisje wilde zijn. Dat heb ik toen dus besloten om dus toch de vrouwelijke kant op te gaan. En daar hoorde natuurlijk ook een vrouwelijke naam bij. En vandaar dat ik dus die wijziging heb gemaakt. Oh, I am what I am. I do what I want. En je kleren, koop je die gewoon hier in de stad? Ook in de stad en online. Alles past mij toch. Dus, ja, past het allemaal, vrouwenkleding? Ja, alles past. Ik heb gewoon standaard maten. Standaard confectiematen. Dus ik heb vrije keuze. Hoe weet je nou zeker dat je zo'n hermafrodiet bent? Dat heb ik gebaseerd op zowel mijn eigen ervaring met mijn lichaam, mijn eigen gevoel. Maar ook aanleiding van een aantal onderzoeken die gedaan zijn de afgelopen jaren. Waaronder dus een MRI-scan gemaakt. Wat zag je op die MRI-scan? Bij die eerste scan die is gemaakt in een Duitse privékliniek. Daar heb ik samen met de radioloog naar die beelden gekeken. En zij wees aan op die beelden een blinde vagina. Dus afgesloten. Geen baarmoeder of eierstokken. Maar dat is wel een deel van iets wat in een vrouw hoort te zitten. Ja, inderdaad. Dus gedeeltelijk vrouwelijke geslachtsorganen. En is dat dan een opluchting voor jou dat je dat dan ziet? Of is het wat voel je daarbij? Ten eerste plek, ik was natuurlijk hartstikke nerveus dat ik daar kwam natuurlijk. Ik kon in die ochtend voor die scan kon ik ook absoluut geen hap door mijn keel krijgen. Toen ik daar dus die ruimte binnenkwam waar die radioloog zat. Voelde me ook echt, toen had ik echt het gevoel van, ik ga gewoon zitten en ik zie wat er gebeurt. Een soort overgeven. Toen zei ze dus inderdaad heel enthousiast me uit te leggen van hier is dat. En daar zie ik dus een vaginale buis, vaginale tube, sluis. Toen had ik zoiets van, wauw. Gewoon wauw. En dit is dus, zou dan daar binnen het begin moeten zijn. Maar die heeft geen opening aan de buitenkant? Nee, het is dichtgegroeid. Ik kan van buitenaf, door de huid heen kan ik voelen. Maar dat er iets, een holte zit? Ja, of in ieder geval. Er zit een holte. Ik voelde wat dingen, maar ik kan niet echt mijn vinger opleggen wat er daadwerkelijk aanwezig is. En is dit nou heel zeldzaam wat jij hebt? Hermafroditisme is vrij zeldzaam inderdaad. Ik schat dat er op deze hele wereld, dat er mogelijk maar een paar duizend mensen zoals mij aanwezig zijn op dit moment. Ga je vaak fitnessen? Een paar keer per week meestal. Is dat dan gewoon om sportief te blijven? Of is het ook nog om bepaalde vrouwelijke vormen
meer in vorm te krijgen? Het is vooral uitleven van frustratie. Een beetje in vorm blijven, omdat ik veel achter een bureau zit. En ja, het is gewoon fijn eigenlijk. Ook uit een sociaal oogpunt, dat je mensen leert kennen. En is het nooit eng om geconfronteerd te kunnen worden met het feit dat je ook nog man bent? Ja, de kans is aanwezig, maar ik zal niet verschrikken of zo. Het is natuurlijk altijd ik kan het ook zien als een kans om te informeren. Wordt er vraag naar gevraagd of reageren mensen erop? Kijk, de enige mensen die het hier weten, die heb ik het zelf verteld. Omdat ik die beter leerde kennen en ik wilde graag dat ze het wisten. En schrikken ze dan of? Nee, niet echt. Ze vinden het meestal bijzonder. Dat is eigenlijk de algemene reactie. Zijn er ook oefeningen die je niet graag doet? Deze bijvoorbeeld. Daar moet je dus met je benen moet je dan dus wijd. En dat kan op zich best wel een beetje onaangenaam aanvoelen, zeg maar. Omdat je, zeg maar, je hoopt niet dat iemand iets vreemds ziet. Ja, want je kan uiteindelijk wel bij dit strakke kleding kan je natuurlijk zien dat je ook man bent. Ja, dat valt te zien inderdaad. Je slikt ook hormonen. Wat doen die hormonen met je? Die hormonen doen op zich niet heel veel. Het is meer echt de geslachtshormonen zijn gewoon nodig voor je lichaam. Zonder bepaalde hoeveelheden. Dan krijg je dus van osteoporose en dergelijke. Maar zeg maar, die gewijzigde balans die ik nu heb, dat zorgt dus voor dat ik dus een andere vetverdeling heb, een vrouwelijke vetverdeling. Dat ik dus inderdaad weer borstgroei heb. Minder lichaamsbeharing. Dat is het eigenlijk. En hoe oud was je dan dat je ervoor koos? Dat was in 2005 was dat. Toen was ik ongeveer 21. Ja, een beetje de leeftijd dat je volwassen wordt en toen dacht je van, dit is het moment, zeg maar, voor mij. Ja, blijkbaar. Dat ik gewoon echt bewust ervoor koos, zeg maar, om toch het probleem aan te pakken. Heb je nooit spijt gehad dat je dat niet 5 jaar eerder gedaan had? Natuurlijk heb ik spijt van. Ik bedoel, ik had ook graag gewild dat ik gewoon normaal geboren zou zijn geworden. Maar dat is ook niet gebeurd. Dat je niet dat conflict zou moeten tegenkomen. Precies, maar goed, datzelfde conflict heeft mij ook gemaakt tot wat ik nu ben. Toch een sterk persoon, zeg maar. Iemand die veel dingen heeft meegemaakt. Die daardoor ook andere dingen en andere mensen ook beter heeft leren begrijpen. Je niet zo zelfs al oordelen inderdaad over iets wat anders is misschien ook. Mogelijk inderdaad, ja. Wat is je uiteindelijke doel eigenlijk? Op dit moment is mijn doel voornamelijk om die erkenning te krijgen. Medische erkenning die ik zoek. Zodat mijn officiële identiteit kan worden gewijzigd. Mijn naam en mijn officiële geslacht. Ook wil ik dat ik dus mogelijk behandeling en operaties kan ondergaan. En dat alles gewoon vergoed wordt, inclusief die hormoontherapie die ik dus nog voor de rest van mijn leven moet gebruiken.